Nou, daar zijn we weer op je wildbuis op YouTube. En ik denk wel dat je een beetje aan de titel en de thumbnail kan aflezen waarom we hier weer zitten. Een beetje. Een beetje. Want we zijn verloofd! Je wil niet weten hoe vaak ik de vraag heb gekregen wanneer ik jou ooit deze... Maar al toen we 2 weken verkering hadden... Dat was bij de eerste YouTube video was dat al. 10 jaar geleden. Toen werd het al gevraagd, waar blijft die ring nou? Ja, want het is een tijdje geleden dat we natuurlijk samen zijn gekomen. En ik zal jullie ook een beetje vertellen hoe het aanzoek ging. Want ja, ik dacht, waar gaan we überhaupt aankondigen dat we nu verloofd zijn? En het eerste dat ik dacht was op Instagram of op Snapchat, waar we nu ook veel uploaden. Maar toen dacht ik, nee, YouTube. Ja. Waar het allemaal begon. Waar het allemaal begon en waar we nog steeds heel veel van jullie houden. Iedereen die lekker op YouTube zit en we zullen vast in de toekomst af en toe nog wel een videootje droppen. Maar ja, we wilden graag even delen hoe dat ging. En het begon allemaal op ons 10-jarig jubileum. Dat was op 9 maart 2024 en... Ik had toen een cadeautje voor Wouter. Ja. In de avond. In de avond daarvoor had Misha een cadeautje. Ik heb een fotoboek gemaakt met daarin eigenlijk al onze reizen, onze grote hoogtepunten, zoals een eigen huis krijgen en dat soort dingen, onze konijntjes. Alles staat erin. En die heb ik toen in de avond gegeven. Maar in de middag had Wouter voor mij iets gepland. Ja, want ik had ook een heel erg leuk idee. En ik wist natuurlijk dat ik Maisha ten huwelijk wilde vragen. En ik weet dat Maisha er niet blij van wordt als ik het hele voetbalstadion afhuur. En dat we dan met 50.000 man zeggen, hey, wil je trouwen? Ja. Ik wilde toch iets meer intiemers, iets persoonlijkers. En toen dacht ik, hoe leuk is het om op 10 jaar samen terug te gaan naar de plek waar het ooit 10 jaar geleden begon. Waar we voor het eerst toen kusten. En toen zijn we daar dus een wandeling gaan maken. En had ik heel stiekem een fotograaf ingehuurd. Die stond helemaal incognito, stond hij klaar. Maar je had ook een mega groot pakket mee. En hier hebben we voor het eerst een kusje gegeven. 10 jaar geleden. Ja. Yeah. Nu gaan we een stukje wandelen. Let's go. Ik heb nog wel een cadeautje. Wow. Neem je die mee? Ja, ik had ook een cadeau en het zal je niet verbazen, dat was ook een fotoboek. Hoe kan dat ook anders? We zijn 10 jaar samen en we hebben allebei gewoon het idee van... Hetzelfde cadeau! Wat een leuk cadeau is. En net zoals Maisha heb ik hier ook, ik heb bijna 400 foto's erin. Ik ben anderhalve week bezig geweest, alles is precies op volgorde. Oh, met Boomy! Met Boomy en alle leuke dingen die we hebben meegemaakt. Ja. En wat ook leuk is, dat een aantal van jullie er zelfs in staan. Zo staat van Deadly Elita deze comic erin. Ja, ik vond dit echt geniaal. Zeker omdat ik natuurlijk dit boek zou gebruiken voor het aanzoek. Want jullie snappen gewoon hoe we zijn. Hier zie je dat ik zeg, zullen we als we 25 jaar getrouwd zijn naar een onbewoond eiland gaan? En dan zegt Maisha, ja, super gaaf. Wat doen we dan als we 50 jaar getrouwd zijn? En dan zeg ik, dan kom ik je weer ophalen. Het is... Ja, jullie snappen gewoon wie wij zijn, wat we leuk vinden. En ja, dat zit ook gewoon in dit boek. Ook allemaal dingen die we hebben gedaan natuurlijk met de bioscoopvoorstellingen. En onze avonturen die we dankzij YouTube mochten meemaken, staan ook allemaal in dit boek. Omdat het ook gewoon een heel groot gedeelte van onze relatie is. Zeker. En sorry trouwens als het af en toe heel erg wit wordt. We nemen niet meer zoveel video's op. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Maar het einde van het boek... Ik had telkens een locatie opgeschreven en het einde van het boek was de datum van die dag en de locatie waar we waren. Alleen er stonden nog geen foto's in. En we hebben dus eerst samen alle foto's door zitten nemen op een bankje. Hier zie je ook een beeld van dat we daar met z'n tweetjes zitten. En daarna was dan eigenlijk het idee om de laatste pagina van dit 10 jaar boek ook te vullen met een bijzondere foto. En Maisha dacht dat het de soort van koppelshoot zou zijn. Maar uiteindelijk werd het deze foto. En wat zei jij toen? Ja! Ja! Het was natuurlijk echt super... Ik weet niet, ook al ken je elkaar al 10 jaar. Dus het was nog spannend om het te vragen. Ja, het was zo lief. Wouter was ook gewoon zo lief. Zoveel mooie woorden. En ja, helemaal verliefd. Ja, dat zijn we echt ook al 10 jaar. Ja. Dus het is ook...
Ik weet niet, het is gewoon perfect om dit dan samen, dit avontuur ook weer aan te gaan. En samen verloofd te zijn en dan in de toekomst te trouwen. En om natuurlijk weer een boek van 10 jaar te gaan maken. Ja, wat gaan we allemaal doen? Ik heb echt geen idee. Het was ook echt, ik ben hier bijna 2 weken mee bezig geweest. Ja, is ook echt dik. En hier zie je onze reis naar Japan. Wow. En hierachter zie je, dat is ook nog een YouTube video geweest. Onze kus in Disney. Zo leuk. Ja, zoveel mooie herinneringen. En ik heb zin om die... Echt hè? Ja, als je ook die eerste foto's ziet, we zien er zo jong uit. Yeah. En nu nog steeds natuurlijk. Maar ja, dat wilden we jullie eventjes laten weten. Heel veel liefde naar jullie. Weet dat jullie dus ook in ons boek staan. Yeah. En je ziet ons binnenkort wel weer verschijnen op dit kanaal met een random video. Ik heb er één die misschien over een paar weekjes aankomt. Dat wordt wel leuk. Die gaan we samen doen. En ook op Snapchat snap ik elke dag. Dus check even @woutervdvaart of de snapcode in de beschrijving. Want dan kan je ons ook gewoon alsnog volgen. Mocht je ons nog niet zat zijn na die 10 jaar. Dus heel veel liefde naar jullie. We houden van jullie. En tot snel. Doei. Ciao, ciao. Wil je met me trappen?